Welkom bij het Mediamarkt Testteam. Vandaag testen we de AEG CX7 Flexibility. Een 2-in-1 stofzuiger die ook nog draadloos is. Wat zit er allemaal in de doos? De draadloze stofzuiger? Kruimeldief? De borstel? Het opzetstuk voor kieren? De Power Precision? Voorop de kruimeldief? En het oplaadstation. Deze stofzuiger onderscheidt zich van andere stofzuigers door onder andere de leuke lichtjes. Ik zal ze even laten zien. Klaar hoor? Dat is vooral heel handig als je bijvoorbeeld onder een kast gaat. Maar dan kom ik gelijk bij iets wat ik dus iets minder handig vind bij deze stofzuiger. Loop je even mee? Als ik namelijk onder een kast wil stofzuigen, doordat hier de kruimeldief op zit, die komt dus niet verder dan 10 centimeter. En dat vind ik wel jammer. Het geluid hoorde je al. Hard, maar je kunt het iets lager zetten. Wat ook leuk is aan de stofzuiger, of wel handig is, is dat je de borstel, deze borstel hier aan de onderkant, zelf kan reinigen. Let op, dat doen we zo. Je zet hem aan. Dat heet dus de Brush Roll Clean technologie. En dan is de borstel weer schoon. Het grappige van de stofzuiger is dat je hem ook zo kunt neerzetten. Het is makkelijk, je zet hem zo in een hoekje en dan heb je hem even nodig. Pak je hem en dan ga je weer. Ultieme test doen. We gaan meelgras, macaroni, suiker en broodkruimels op stofzuigen en kijken hoe die het dan doet. Ik begin met het meel. Nou, niet slecht. Nu de macaroni. Wij vinden de AEG handig, makkelijk in gebruik, wendbaar, modieus. En dat die 2-in-1 is en draadloos, vind ik top. Het enige nadeel is wel dat het laadpakje best wel klein is. Er kan niet zo heel veel in, dus na elke schoonmaakbeurt moet je hem even leegmaken. En de motorkracht van de stofzuiger is ook niet echt mega, mega groot. Maar geen gedoe met snoeren meer, dat vind ik wel heel fijn. Ja, dat is inderdaad wel fijn. Dus, nou, tot de volgende keer. Doei! Doei!